take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ik ga de volg mijn functie uitproberen. Het eerste wat ik ga doen is altijd even kijken hoe de hoogte is van de bepaalde objecten, bomen, gebouwen. Dan ga ik altijd even omhoog en de lens even vooruit. Dan kijk je even rond of er niks is en dan kijk ik even naar de hoogte, 18 meter. Dan ga ik even naar de instellingen, safety. En dan zet ik hem even op. Rond de 20 meter ongeveer. Dan ga je het scherm een kader trekken. En je ziet dus dat hij mij dus niet ziet als voetganger of als object. Dat is een beetje lastig. Dat ging niet vanzelf. Maar wat mij wel opviel is dat dan de gimbal blijft dan wel gefocust op het object dus wat je geselecteerd hebt. Nou, ik ben nou kwijtgeraakt, dus dan ga ik het opnieuw proberen. Weer even een kader trekken om mezelf. Ja, heeft mij nou gevonden. Nou, dan zet je op trace en go. En dan gaat hij volgen. En mijn doel was omdat hier wat lagere bomen zijn. Met overhangende takken dus. En daar ga ik deels onderdoor lopen. En dan moet hij dat kan detecteren dus. En dan moet hij aan de kant gaan. Nou, het volgen gaat goed. U komt naar bij de bomen. Als het goed is moet u dat straks gaan zien. Dan kan je ook, geeft hij een paar piepjes. Kijk, daar begint hij al. En in het scherm laat hij het ook zien. Met een zo'n rode cirkel. Een halve cirkel dus. Nou, ik moest even. Ja. Hij ziet aan de achterkant ziet hij wat. Ik moest even stoppen. Komt de auto voorbij. Ja. Kijk, die drone die volgt goed. Dat is, hij is wat dat betreft vrij secuur. Nou, dan gaan we verder. Je ziet ook aan het volgende object, aan de onderkant, zie je een poppetje lopen. Het is bijna niet te zien, maar onderin dat kadertje zie je dat het een voetganger is. Nou, deze bomen zag hij nog niet zo erg. We gaan even verder naar wat langere overhangende takken. Ja, kijk zo eens even of die niks in de bomen gaat. Kijk, deze begint spannend te worden. De bovenkant zie je al wat schijnen en dan gaat piepen. Kijk, en hij gaat ook gelijk uitwijken. Dus dat werkt perfect. Ja, er stond nog wel aardig wind dus, maar de pro heeft er geen last van. Maar ik vond het al wel spannend hoor, want hij ziet wat voor hem. En aan de zijkant en dan ziet hij aan de achterkant nog wat. Ja, zodra hij dus niks aan de zijkant ziet, dan gaat hij gelijk weer onder die bomen. Tussen die bomentakken in. Dus dat moet je mee opletten. Het is niet helemaal feilloos dus. Nou, tijdens het volgen kan je dus wel de sticks bedienen. Dat is het omhoog en voorwaarts en achterwaarts. Dat is geen probleem. Maar je kan hem niet sturen dus. Hè. Het is... Nou, volg heb ik nou uitgezet. Maar ik heb wel de track aan laten staan. Dus hij ziet mij nog steeds. De gimbal blijft op mij gericht. Dus nou kan je wel de sticks gebruiken. Alleen als je hem zijwaarts doet. Dus een zijwaartse beweging. Dan zie je dus dat ik aan de rand van het scherm ga. Dan gaat de gimbal dus heen en weer. Maar ik raak niet uit beeld. Dat is de zijwaartse beweging. Stuurbeweging. Dus hij houdt mij vast. Ik kan ook niet uit beeld gaan. Verder dan dit wil niet. Ik kan wel achteruit, omhoog, zijwaarts. Dus de gimbal die blijft op mij gefocust. Nou, dan ga ik weer een stukje teruglopen. Dus ik kan nou gewoon sturen.
Dit is niet het volgen, dit is de actieve trek gewoon op de gimbal. En dan moet je zelf de drone bedienen. Nou, dit is gewoon een zijwaartse beweging. En dan gaat hij een grote boog om jou heen dus. Dus alle bedieningen, de besturingen, die doe ik nou handmatig. Alleen de gimbal die blijft op mij gericht. Dan ga ik mij weer op volgen zetten. Dan klik op trace en go. Nou, hij zit achter me, dus hij gaat nou rechtstreeks gewoon volgen. En dan doet hij feilloos. En hij gaat ook gelijk achter me. Met de bocht ook gaat hij gewoon een beetje zijwaarts. Gaat hij dus echt achter me zitten. Dat zie je straks ook als ik tussen de gebouwen doorloop. Dan gaat hij gewoon, gaat niet de korte route, dus half over de hoek heen. Nee, hij gaat echt zijwaarts achter me aan. Dus dat, zodat het eigenlijk hetzelfde pad volgen waar ik gelopen heb. En dat kun je nu zien. Als ik naar de bocht op ga, dan zou hij dus de hoek nemen. Maar ik zie dus dat hij dus zijwaarts eigenlijk de bocht omgaat. Dus hij snijdt niet af. Nou, dan ga ik kijken hoe ver hij dat kan mij vasthouden. Nou, dat viel niet tegen. Blijf me nog steeds gefocust. Nou, dat doet hij keurig. Nou, ga ik even de stukjes laten zakken. Dan ga ik kijken hoe ver die mij achter het meest voorwaarts gaat volgen. En in principe gaat hij dan van me af dus. En dan daarachter staat een gebouw. Kijken of hij die ook weer opmerkt. Kijk, dit nou blijft hij dus goed eigenlijk voor mij. Hij gaat niet gelijk zijwaarts achter me lopen. Dus dan afvliegen. Kijk, nou ziet hij het gebouw. Dus het is het... Maar ik heb hem niet uitgedaagd, want ik weet niet of hij er overheen gaat. Want hij ziet hem nou als een vierkante vlak dus. Dus ik heb hem zelf hem omhoog gestuurd. Met de pauzeknop kan je dus de volgfunctie uitschakelen. En dan moet je nog een keer op de pauzeknop drukken. En dan kan je ook die actieve track uitschakelen. Nou, de batterij is ook bijna leeg. Hij gaat dan... straks zeggen van dat hij dus naar de homepoint wil. Kijk, dan heb je dus 8 seconden de tijd. Ja, en als je dan een beetje licht op je scherm hebt, dan heb je het niet in de gaten. Maar wat me opviel, hij gaat dus niet, zoals bij de andere mini, gaat hij eerst niet omhoog. Hij gaat, als er geen op je obstakel is, gaat hij rechtstreeks naar het punt waar hij moet landen. Dus hij gaat niet omhoog eerst. Landing. Dus hij gaat pas omhoog, dus als hij een obstakel ziet dus.
Ja, dit was mijn bijdrage voor de actieve volger met de Mini 3 Pro. Landing.